De Leidse Universiteit is de oudste universiteit van Nederland en wordt gekenmerkt door tradities. Misschien wel de belangrijkste traditie is de verkrijging van het doctoraat. Hoe word je doctor aan een universiteit? En dat vond hier, op deze dubbele katheder, plaats. Op dit onderste katheder verdedigde de doctorandus zijn dissertatie. En als hij het spervuur van vragen doorstaan had, dan mocht hij zijn eerste redenvoering voor de academische gemeenschap afsteken, de doctorale reden. En die doctorale reden ging automatisch over in het begin van de 19e eeuw in de professorale reden, in de inaugurele reden van een nieuwe professor. Ik kan als historicus eigenlijk het verleden alleen maar zien als ik mensen zie. En die mensen zijn in mijn geval professoren. Beroemde professoren zoals de dermatoloog Siemens en de jurist Meijers en de historicus Huizinga. En het zijn hun gedachten, hun ideeën die in mijn boek tot leven komen. En daarom heet het ook groepsportret. De universiteit is echt een verhalenmachine. En al die honderden verhalen die vertel ik in mijn boek. Het laatste deel van een groepsportret met dame. Het is echt het verhaal van een moderne universiteit die pas echt modern wordt door gebruik van zijn traditie. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de Boekensalon van de Universitaire Bibliotheek Leiden. Boekensalon met een hele bijzondere gast vandaag, Willem Otterspeer. U kent hem, emeritus hoogleraar universiteitsgeschiedenis. Hij was ook de eerste conservator van het Academisch Historisch Museum in Leiden, lang geleden. Ik was eerst conservator, ik was niet de eerste. Was je conservator, precies. Twee weken geleden tijdens de Dias verscheen het vierde deel van Groepsportret met dame. Het staat hier, prachtig boek. En de afsluiting van een enorm project, wat je met recht een magnus open mag noemen. Hè. Mijn naam is Gerald Verhoef, ik ben de hoofdconservator van de bijzondere collecties. En ik ga vandaag in gesprek met Willem Otterspeer. En we gaan dat doen aan de hand van een aantal voorbeelden uit onze bijzondere collectie die te maken hebben met die universitaire geschiedenis. Willem, welkom. Dank je. Ik ben ontzettend blij dat jullie zoveel aandacht geven aan mijn boek. Het is ben je ook opgelucht, Willem, dat het erop zit, de klus? Dat weet ik niet. Ik ben niet opgelucht zou zijn dat je zo'n enorme berg beklommen hebt. En dat heb ik niet. Ik barst nog van de energie, dus dat valt wel mee. Maar ik heb een tijdje lang gespeeld met de gedachte, omdat ik er wel erg uit was. Het heeft wel heel lang geduurd natuurlijk, of ik de reeks zou afmaken. De onvolendete. Elke grote componist heeft zoiets. Dat heeft wel iets moois natuurlijk. Dat leek me wel. Heb ik een tijdje mee gespeeld, maar de druk werd zo groot. Bovendien kreeg ik er echt zin in om het af te maken. Om iets in mijn leven echt afgemaakt te hebben. En dat gevoel, de voldoening van iets afgemaakt te hebben, dat is een heerlijk gevoel. Ik zag ook wel iets moois, Willem, want ik las in het allereerste deel, wat in 2000 verscheen, schrijf je eigenlijk een geschiedschrijving is een crisisverschijnsel. Nou, we zitten in een crisis en die crisis heeft ook wat goeds opgeleverd, want ik heb begrepen dat juist door die coronacrisis je wel eigenlijk de concentratie kon vinden om die laatste hoofdstukken van het boek te gaan schrijven. Ja. Oh, dat was een soort knipoogje, want eerlijk gezegd doe ik mijn hele leven al aan sociale afzondering. Ik ben niet een gezellig mens, dus het liefste schrijf ik en lees ik. Dus dat werd hierdoor een klein beetje beklemtoond, maar niet dramatisch door versneld of zo. Maar door de stilte om mij heen, door het wegvallen van druk van buiten of zoiets, kon ik mij nog meer dan vroeger erop concentreren. En dat was ook wel nodig, want ik had een wel onverbiddelijke deadline natuurlijk. Hè. Het boek zou aangeboden worden bij het afscheid van Karel Stolker. Dus ik wist precies terugrekenend wanneer ik het moest inleveren. Precies, maar dat heeft geen enkel probleem opgeleverd. Je vertelde me net dat je een mooi huisje hebt en dat je huurt in Twente. Ja. En daar is ook dat. Daar heb ik voor een groot gedeelte boek geschreven. Ja. Ik had natuurlijk al het materiaal had ik bij me, of in fotocopie of op digitaal. En daar kon ik heerlijk ongestoord vanaf 's morgens, zodra ik wakker werd door de, nou niet, nu word ik pas wakker door de vogels, maar door de, weet ik wat, omdat de herten te veel tegen mijn voordeur aan schurkten, kon ik werken en dan is het meestal zo dat je tot een uur of vier werkt en dan zwemmen of wandelen. Dan gaan we andere dingen doen. Ja. Willem,
voordat we meer naar die, door die geschiedenis van de universiteit heen gaan, zeg maar, heb ik nog een vraag voor je. Omdat je zegt in het eerste deel eigenlijk van je kan zo'n geschiedenis eigenlijk alleen maar schrijven vanuit een soort persoonlijke betrokkenheid. Ja, en zo'n werk moet dus ook één schrijver hebben. Ja, dat is er. Je kunt natuurlijk, er zijn, omdat het natuurlijk heel veel vakken is, heel veel specialisme, heel veel, het is eigenlijk een soort duizendkoppige hydra die je probeert in de greep te krijgen. Maar er zijn veel malen is er dus gekozen voor vele auteurs. Dus die schitterende geschiedenis van de Universiteit van Oxford, dat zijn tientallen auteurs die dat gedaan hebben. Maar dat vind ik niks. Ik vind best dat het mogelijk is, en ik geloof dat ik dat bewezen heb, dat er één auteur, en ik ben niet de enige die doet, Klaas van Berkel in Groningen, is bezig met een vergelijkbaar project. Eén auteur kan dat best doen, alleen hij moet dat dan wel doen. Hermans heeft ooit eens een keer gezegd, je gaat het avontuur van een boek binnen als een huwelijk. En in mijn geval kun je echt wel zeggen dat ik een groot aantal jaren met de Leidse Universiteit getrouwd geweest ben. Je gaat dat binnen met een soort verplichting om er een volledige ervaring voor je hele leven van te maken. Dus je was getrouwd met de universiteit, maar je ging vreemd met Hermans. Moet ik het zo zien? Zo mag je het zien. Dat is een hele adequate omschrijving. Ja. Hij heeft me dat altijd kwalijk genomen. Hij komt ook voor u nog terug in het boek. Ja, nu en dan kan ik niet. Knipoogjes moeten mogen. Ja. Toch eindig je boek in 1975. Hè? En dat is niet het einde van de universiteit, want we zitten hier nog. Dat gaan we niet meemaken. En over 3 jaar vieren we 4,5 eeuw universiteit. Maar je hebt er toch voor gekozen om die laatste 50 jaar van de universiteit niet op te nemen in jouw werk. Ja. En daar heb je wel een mooie verklaring voor. Ik geloof dat je in de inleiding van deel 4 schrijf je dat ook. Hè? Je zegt eigenlijk van, ja, die persoonlijke benadering die ik heb om te schrijven over de universiteit, ja, die past niet meer bij die laatste 50 jaar. Er waren verschillende redenen waarom. Ik had toen ik begon aan het project, het grote eerste probleem was natuurlijk, hoe krijg ik die universiteit in mijn vingers? Dus toen ik in het eind van de vorige eeuw de opdracht kreeg en ongeveer een beetje naar mezelf toe haalde om die geschiedenis te schrijven, ik moest toen weten, waar gaat het over? Ben ik naartoe aan het werken? En toen kreeg ik tegelijkertijd ook gelukkig de opdracht, werd ik hoogleraar universiteitsgeschiedenis. En kon ik dus, laten we zeggen, de geschiedenis van de hele universiteit, van het internationale verschijnsel universiteit vanaf de 12e eeuw, kon ik gaan laten samenkomen met het verschijnsel Leiden vanaf de 16e eeuw. En door die twee tegen elkaar af te zetten, kwam ik al heel snel tot een heel specifiek karakter van die universiteit. Dus, en toen ik dat karakter had, namelijk, en dat leg ik nog in het laatste deel nog eens een keer uit, in mijn optiek is de universiteit echt een vertaalmedium, een soort poldermodel. En toen ik dat karakter had, toen kon ik het door de hele geschiedenis heen kon ik dat afwikkelen. Maar de tweede vondst die ik deed, was dat de universiteitsgeschiedenis van Leiden zich probleemloos in 4 eeuwen laat hakken. Ja. Dat hoef je niet te hakken, dat is een soort in- en uitademen. Dus die 4 eeuwen zaten eigenlijk vanaf het begin al in het hele ontwerp. Dus ik wist, ik begin bij 1575, maar ik vergelijk die inwijdingsoptocht dan met het eeuwfeest van 4 eeuwen later. Voor mij is het altijd de bedoeling geweest om 4 eeuwen te doen. En gedurende het werk aan de 19e eeuw werd mij al duidelijk dat dat een heel zinvolle keuze was. Want ik kan, zoals bijvoorbeeld ook Henk Wesseling, ik kan alleen de geschiedenis zien als ik figuren zie opereren, als ik mensen beslissingen zie nemen, grote ideeën zie krijgen, die ideeën uitvoeren en zo, het effect van die ideeën kan controleren. En dat kan alleen als je een overzichtelijke hoeveelheid mensen bestudeert. In de 17e eeuw is de universiteit een 30, 40 hoogleraren. In de 19e eeuw is dat nog niet veel minder dan een stuk of 80 of zo. Nu zijn het er 500, 600. Dat kun je niet meer individueel doen. Dus je krijgt dan eigenlijk, er waren 4 laboratoria, medische laboratoria in het begin van de 20e eeuw. Nu zijn er 30 of 40. Dus je kunt dat niet meer individueel benaderen. Je zult dat structureel, je zult op een veel hoger niveau, van een veel verder weg punt, zul je naar die universiteit moeten kijken. En dat vond ik geen leuke gedachte, omdat het een enorme breuk in mijn
boek zou betekenen. Dus hebben we dat gevraagd aan een jongere historicus. Precies, een historicus die bij jou het vak geleerd heeft. Dat is een promovendus van mij. Pieter Slaanman. Ja, ja, en die heeft dat excellent gedaan. Hij heeft inderdaad, hij is bij mij gepromoveerd. Het was echt zo'n ouderwets parcours van een studentassistent die promovendus wordt, die promoveert en vriend wordt enzovoort. En die dan op een heel andere manier die laatste 50, 60 jaar gedaan heeft. Dat is mooi bruggetje ook naar de presentatie van je boek, een paar weken geleden in de Pieterskerk natuurlijk. Bij een wonderlijke dias, hè? Corona-dias. Ja. Ik zat thuis online te kijken, net als vele anderen, en zag een spookachtig begin met hoogleraren met zwarte mondkapjes die de kerk in komen lopen. Ja. Daar is het boek gepresenteerd, ook het boek van Pieter Slaanman, hè, natuurlijk, tegelijk gepresenteerd. Een prachtige plek natuurlijk, over een geschiedenis. Ik heb het vierde keer dat ik het deed. Hè. Dus al die voorgaande delen zijn ook in de Pieterskerk gepresenteerd, op zo'n dias. Ja. En dan was het een grapje, dan hield ik het deel omhoog. En dan brak het orgel van de kerk in juichtonen uit. Ja. De kerk lachte dan, en dan heel erg vrolijk. En soms heb ik het tweede keer gedaan en dan was het grapje dat het orgel heel erg boos reageerde. Omdat hij niet voor twee keer hetzelfde orgelrieltje wilde spelen. Maar ook dat. Maar dat kon nu niet. We hebben het zonder publiek moesten we het doen. Ja. En dus we wisten natuurlijk dat er mensen zaten te kijken. We kregen wel gelukkig een enorm enorm scherm met honderden koppen erop. En dan zag ik ook dat veel collega's zaten te kijken en grand boubou, hè, dus met hun baret en hun toga aan, wat ik heel erg leuk vond. Maar het was natuurlijk toch een beetje een katerige effect. Zeker, het was niet de feestelijke presentatie die je voorgesteld had. Nee. Willem, neem ons eens mee naar 1575, naar het moment dat de universiteit begint op diezelfde plek. Niet hetzelfde spreekgestoelte, geloof ik, maar... Nee, het ging, die optocht ging eigenlijk toen naar het begin van het Rapenburg, waar een klooster stond, waar ze de eerste lezingen gehouden hebben. Maar de kerkdienst die de universiteit echt, laten we zeggen, stichtte, die vond wel plaats in de Pieterskerk. Dus wat dat betreft is het begin en het eind grijpt elkaar als de slang in de staart. En dus daar zit inderdaad ook een heel cirkelbeweging in, die... Ik schrijf, geschiedenis heeft te maken met crisis, met beslissingen, met dingen die uit elkaar gaan. En hier werd een universiteit uit het niets geboren. Er was geen enkele academische traditie in Nederland. We hadden een paar Latijnse scholen, maar de studenten gingen altijd naar het buitenland. En hier hebben... In een beginnende republiek, in een statenbestel dat in oorlog was en in burgeroorlog was, had Oranje de enorme geestelijke moed en de dingen om voor te stellen van, maar wij gaan een universiteit beginnen. Wij doen net alsof de opstand die wij nu bezig zijn continuïteit krijgt en een eigen staatsbestel gaat opleveren. En dan hebben we een opgeleide elite nodig. En dat heeft hij... Dus de hele immense creativiteit die de republiek kenmerkte na die opstand, alsof er een soort eeuwenlange tegendruk was die voorkomen had dat die creativiteit losbarstte, die heeft zich ook meegedeeld aan de universiteit. En je ziet dan dat een heel nieuw universiteitsmodel gecreëerd wordt, een echte Renaissance universiteit. Ze noemden zich ook academia, niet universiteit. Ja. Geen middeleeuwen, echte Renaissance. En je ziet dat die universiteit binnen 75 jaar zich in het hart van academisch Europa gemanoeuvreerd heeft. En een van de bekendste universiteiten van Europa is. Willem, je hebt mij helemaal niet nodig vanavond, volgens mij. We gaan even eens kijken hoe die universiteit, hoe dat bolwerk van de vrijheid, zoals je het hebt genoemd, hè, hoe dat eruit zag in die vroegste periode. Hè. We gaan naar een bekende van jou, Corrie van Maris. Verbonden aan het Academisch Historisch Museum. En ze gaat iets bijzonders laten zien. Fijn. Nou, er zijn gelukkig wel wat voorstellingen van waardoor we ons een beeld kunnen vormen hoe die vroege universiteit eruit heeft gezien. Dat weten we dankzij de ontwerper ervan, J.C. Woudane. Zij woonde in Leiden, in de Lokhorststraat. En ontwierp vier prenten, eigenlijk vijf. In 1609 maakte hij een prent van het Anatomisch Theater. En dat is misschien wel het start zijn geweest voor vier nieuwe prenten. En naar één van die prenten kijken we nu. Dat is de Schermschool. En verder bestond die serie uit onderwerpen als de Hortus Botanicus,
de universiteitsbibliotheek. Weer een anatomisch theater uiteraard. En we zien op die voorstelling, we moeten ons natuurlijk realiseren dat het misschien niet naar waarheid is gemaakt. Dat wat we, waar we naar kijken, dat dat een artistieke vertaling is. Waarin Woudanus allerlei grapjes en eigen ideeën heeft verwerkt. Maar toch krijgen we een idee van hoe die vroege universiteit eruit heeft gezien. En dat is heel bijzonder, want eigenlijk, naar mijn weten, zijn er geen andere prenten van Europese universiteiten waar dat het geval is. En ik mag wel zeggen dat de vier prenten van Woudanus ook overal en nergens te zien zijn. In allerlei publicaties worden ze gebruikt, worden gebruikt in publicaties over tuinen, over theaters, over bibliotheken. In 1975 werden er zelfs van die prenten facsimiles gemaakt. En toen werden ze eigenlijk, ontplofte de boel een beetje. En toen werden ze echt heel bekend. En toen werden ze veel gebruikt voor, door de universiteit zelf ook, als voorlichtingsmateriaal. En uiteraard heeft Willem Olterspeer de prenten opgenomen in zijn boeken. En het heeft er een beetje toe geleid dat ze wel een beetje als de Fab Four beschouwd kunnen worden. Het zijn er vier. Ik kan er hier helaas maar één tonen. En dat is eigenlijk gelijk de vreemde eend in het bijt. En dat is de schermschool. Schermen, was dat niet een soort vrije tijdsbesteding? Kan je je afvragen, als je het afzet tegen alle andere onderwerpen die zich in de serie bevinden. Bovendien is de prent technisch niet heel erg goed. De figuren die wijken in proportie bijvoorbeeld af van de andere prenten. Je kan eens kijken naar wat er zo al gebeurt. Je ziet bijvoorbeeld dat Woudanus hier geknoeid heeft. Als het Woudanus was natuurlijk, want dat weten we niet zeker. We gaan ervan uit, want zijn naam staat hieronder. Een beetje geknoeid heeft met het perspectief wat niet helemaal doorloopt. Hier is ook een vierkant diagram op de vloer, waarbij je ook kan zien dat eigenlijk die lijnen van die cirkel door moeten lopen. Ook dat is niet het geval. Verder hebben de figuren erg grove neuzen, grove oren en zij zijn nogal houterig ten opzichte van de andere prenten. Als je die serie als geheel bekijkt, hè, zoals ze zijn gepresenteerd in 1975, dan kan je afvragen waarom dat zo is. Hè? Het werpt wel vragen op. Nu is het zo dat grafiekseries zijn altijd flexibel. Dus daar moet je rekening mee houden. Je kan je voorstellen dat iemand als André Kloek, zijn naam staat hieronder, de uitgever, misschien wel gedacht heeft, we proberen eerst eens drie. En dan hebben we nog een ontwerp voor schermschool. Als die drie nou goed lopen, dan kunnen we het financiële risico een beetje dekken. En dan gaan we die schermschool daarna doen. Dus dat zou een reden kunnen zijn waarom de schermschool wat afwijkt van de andere. Maar de prenten werden eigenlijk vrij snel nagevolgd. Er werden kleine kopieën van gemaakt, die werden gebruikt in boeken. En wat we zien in die boeken, hier heb ik bijvoorbeeld een uitgave Athena Batava, gemaakt door Johan Murcius. Daarin staan hoogleraarenportretten. De geschiedenis van de Leidse Universiteit kan je daarin vinden. En wat we dan zien is dat er bijvoorbeeld een kopie is gemaakt in het klein uit de serie van Woudanus van de tuin. We zien een kopie in het klein van het Anatomisch Theater. En dan zien we nog een hele mooie kopie van onze bibliotheek. En dan bladeren we verder. En dan zien we daar ineens de Burcht. En geen kopie van de schermschool. Als we zo door de geschiedenis heen kijken, zijn die kopieën heel veel gebruikt. Dus dat maakt het ontwerp ook succesvol. Het blijkt dat er een markt voor was. Een grote interesse.
dat ze op allerlei manieren functioneerden. Maar dat die schermschool toch een vreemde eend in de bijt bleef. Nou, ik denk dat heel veel mensen zich daarmee bezighouden, waaronder ik, maar ook Willem. En dat dat een raadsel is wat we waarschijnlijk nooit zullen gaan oplossen, maar waar we wel nog heel lang over kunnen gaan praten. Ja, we krijgen een vraag. Hè? Ja, ik ben ontzettend benieuwd naar haar antwoord. Corinne is bezig met een proefschrift erover en ik ben ook bezig met een boek over die vier prenten, maar ik doe het heel anders. Ik ga ervan uit dat die vier echt bij elkaar horen als een viertal, omdat ik dat in een soort getallenmystiek zet. Maar ik ben heel benieuwd naar haar antwoord op de vraag die ze opwerpt. Ze heeft goede argumenten natuurlijk, omdat technisch wijken ze wel iets af. Maar ja, je kunt ook weer afvragen. Kijk, als ze zegt van die cirkels op de grond, die werden niet helemaal uitgewerkt. Dat is waarschijnlijk door het feit dat het krijtcirkels waren. Die werden op de grond gezet. Die cirkels waren bedoeld om de ideale houding bij aanval of bij verdediging weer te geven. En dat was een echte wetenschap. Hè? Dus honderden houdingen, dus honderden hoeken enzovoort. Maar die werden met krijt op de grond getekend. En die werden natuurlijk al durend dat schermen werden ze uitgewist. Dus je moest elke keer weer bij. Precies, dus die waren in het echt, waren die cirkels ook niet zo goed. Hè? Nee. Dus er is een hele mooie film over Mary Stuart, een recente film, waarin de Engelse adel precies dezelfde magische cirkel, zoals dat heette, gebruikt. En die hadden een tapijt. Dus er is een split second, zie je in de film, een tapijt wat uitgerold wordt. En daar schermen ze dan op. Dat is een wat chiekere variant dan de Leidse, waar het gewoon met krijt ging. Maar het werd veel gebruikt, ja. Maar je neemt toch een beetje Baudanus in bescherming, die net kunsthistorisch gefileerd werd. En waarom, in je boek heb je het over die vier prenten, hè? Maar je trekt het eigenlijk veel breder. Je zegt dat het zijn vier attracties van de jonge universiteit. Ja, het is een van de grote, de Leidse Universiteit had twee, die mensen die het organiseerden voor in opdracht van Oranje. Dus Jan van der Does, hoge edelman die een schitterende opleiding genoten had, die hem onder andere in Parijs gebracht had, waar hij zijn hele adresseboekje aan ontleend heeft. Hij, de Lipsius kon hij zo, laten we zeggen, in Leiden bestellen omdat hij hem kende. En Jan van Hout, die een echte doener was, een organisator. Die twee waren een ideaal paar. En die hebben twee hele belangrijke dingen bedacht om die universiteit naam en faam te geven. Een benoemingsbeleid en een beleid met instellingen. Dat benoemingsbeleid was natuurlijk ten eerste het naar Leiden halen van een aantal heel dure topgeleerden uit Europa. Dus Lipsius en Clusius en Scaliger enzovoort, die met veel geld naar Leiden gehaald werden. Maar dat kon je natuurlijk niet allemaal betalen, dus ze moesten daar ook iets. Ze moesten een andere goedkopere oplossing. En dat was eigen talent. Ze deden al heel snel een eigen kweek, dat ze middels een concours om een bepaalde hoogleraarstoel lieten debatteren, vechten. En voor de rest was het zo dat ze een soort gemiddelde hadden voor die benoeming. Een echte gemiddelde Leidse hoogleraar had, ik heb het allemaal uitgerekend, 2,7 buitenlandse academies bezocht. En hij had 10 jaar zijn vak in de praktijk uitgeoefend. Dat was zo het gemiddelde patroon van een Leidse hoogleraar. Nou, dat was een zeer kien uitgedacht en effectief benoemingsbeleid. Maar het tweede was die nieuwe instellingen. Dus al heel snel zie je dat Leiden komt beschikken over een publieke bibliotheek, een publieke tuin, publieke sterrenwacht. Daar hoort natuurlijk ook wel die schermschool bij. Scherm is natuurlijk, wat deed een publieke intellectueel, die arma et litteré, dus aan de ene kant stond de boekenwijsheid, maar aan de andere kant stond toch ook wel de praktijk. En het kunnen vechten of de theorie in de praktijk uiteenzetten was toch wel één en hetzelfde wat je moest leren. Als je zo'n prent ziet waarmee Janus Dusa zich laat afbeelden, dan doet hij dat in wapenrusting. En dat zijn we natuurlijk niet zo gewend, die körpercultuur van de academici. We hebben het nog wel een beetje met roeien en met dat soort dingen.
Maar daar was het echt een essentieel onderdeel van een opvoeding. En moet ik het ook zo zien dat studenten, internationale studenten, kozen voor Leiden mede omdat ze daar zo'n schermschool hadden, dat ze daar terecht konden? Of was het toch vooral... Ja, nee, ik weet niet of ze precies de schermschool, maar wel van dat pakket van mogelijkheden. Ja, ja. Je ziet ze overal als wij, die dagboeken van de academische reizen, dan zie je waar zijn die kinderen geweest of die jongens geweest. En dan zie je allemaal enthousiaste aantekeningen van bezoeken aan de bibliotheek in Leiden of aan de Hortus in Leiden met al die verzamelingen die daar in dat ambulacrum stonden. Dus dan, daaruit kun je wel afleiden dat dat een echt attractiepunt was. Precies. En je ziet natuurlijk die prenten die Corrie nu besprak, die zie je in heel Europa. Je ziet van de inhoud van het Anatomisch Theater, de verzameling daarvan, al die skeletten en al die preparaten enzovoort, daar zijn catalogi van gemaakt en die hebben we teruggevonden tot in Zuid-Amerika toe. Precies. Dat was een zeer succesvolle PR-machine. En natuurlijk de statuur en de status van de hoogleraren die hier kwamen. Onder andere de Scaliger-treden. Dat is het, ja. Dat is heel was toch een beetje de Messi van de universiteit? Die helemaal, vier keer zoveel verdiende als zijn collega's, begreep ik? Ja. Veel meer verdiende, maar ook geen... ze moeten geen onderwijs te geven. Ze heten ook geen professor. Ze waren decus academia. Ze waren een eer voor de academie. En dus Scaliger mocht... Die gaf alleen maar aan een aantal star pupils, zoals Hugo de Groot en Daniel Heintjes les en die had de sleutel van de bibliotheek. Daar kon hij zelf een soort private seminars geven enzovoort. Ja. Maar dat was iemand die gewoon de universiteit moest voorzien van een naam. Ja. En, maar dat was een traditie hoor. Dat was ook zo'n Clusius. Werd helemaal uit Wenen gehaald om hier de... En die was een oude man. Hij moest met een lopen en een kruk enzovoort. Maar hij heeft wel de Hortus vorm gegeven. En dat straalde natuurlijk meteen af van zo'n instelling. Maar het was eigenlijk een heel slim... Heel slim beleid van wat de universiteit gevoerd heeft. Hè? En het gekke is, dat moet je dan wel uit de bronnen pellen, want ze hebben natuurlijk niet mooie rapporten opgezet van dit gaan we doen en om die en die reden gaan we het doen. Je moet uit de praktijk, moet je afleiden wat ze bedacht hebben. Maar bijvoorbeeld die salarisgegevens die je net noemde. Dat was evident. Dat kon je gewoon uit het archief ook halen. Overigens, dat is wel grappig, Kasper van Ommer, daar gaan we nu naartoe, conservator bij ons. Specialist op het gebied van Scaliger. De proefschrift geschreven over deze grote geleerde. Gaat hij niet nu laten zien. Gaat wat anders laten zien. We gaan eigenlijk naar de periode van het academische drukwerk. Kasper. Ja, inderdaad. Ik wilde iets meer gaan vertellen over 18e eeuwse dissertaties, proefschriften. En proefschriften in het algemeen. Daar zijn er natuurlijk een hele hoop van. Het is een lange traditie in Leiden dat die gemaakt worden. Eigenlijk bij wijze van spreken van het begin van de stichting van de universiteit tot nu. Die moeten natuurlijk ook altijd aan bepaalde voorwaarden voldoen. Net als toen en nu. Een naam van een promovendus moet erop. De naam van de rector die de graad verleent en dergelijke worden nog allemaal, net als toen, nu ook nog toegevoegd. Het is misschien niet het meest spectaculaire soort drukwerk. Het ziet er wat saai uit, zou je kunnen zeggen. En vooral tot met het begin van de 18e eeuw is het vooral typografisch van karakter. Af en toe wordt er een beeldmerkje neergezet, maar dat is dan ook eigenlijk de enige versiering die we hierin kennen. De dissertaties was natuurlijk het gebied, de activiteit van de academiedrukkers. Een ambt wat in Leiden in het leven is geroepen om de academie te voorzien van een stroom aan allerlei publicaties die met de academie te maken hebben. Daar is natuurlijk het proefschrift een groot gedeelte van. En verschillende grote namen hebben zich aan dat ambt verbonden. Willem Sylvius was de eerste, maar de grootste naam die we toch kennen is Christoffel Plantijn. En verschillende telgen uit de Elsevier-familie. De laatste Elsevier die zich met die drukkerij heeft bezighouden is Abraham Elsevier. Die was eigenlijk meer jurist dan drukker, zou je kunnen zeggen. En eigenlijk was de kwaliteit van zijn drukwerk ook niet zo bijzonder groot. De letters waren afgesleten, de kwaliteit liet de wens over. En boze tongen die beweren wel dat de Leidse studenten zo ontevreden waren met het drukwerk van Abraham Elsevier, dat ze uitweken naar Utrecht om daar hun proefschrift te laten drukken. Maar ja, dat kan natuurlijk niet anders dan propaganda zijn van Utrecht, want een echte Leidenaar zou dat natuurlijk nooit doen. Maar hoe het ook zij, Abraham Elsevier die overlijdt in 1712 en dan valt het ambt van academiedrukker valt dan vrij.
En dan ontstaat een soort concurrentiepositie onder de Leidse drukkers. Wie kan dat ambt gaan bemachtigen? Wie kan eigenlijk die stroom aan dissertaties gaan drukken en daar geld mee verdienen? En een van die drukkers die zich daar op de markt begeeft is, is Samuel Luchtmans. En die komt eigenlijk met een innovatie zeg maar, in het drukwerk van, in het drukken van dissertaties. Hij zoekt een aantal graveurs bij elkaar die voor hem een titelbladzijde graveren. Een cartouche zou je kunnen zeggen, waarin elke keer weer met letters de dissertatiegegevens worden gedrukt. En je ziet ook dat het een heel andere uitstraling heeft dan die typografische dissertaties van de eeuwen daarvoor. En er zit ook allerlei symboliek tegelijkertijd in deze randen verwerkt. Natuurlijk zien wij, en de naam is al een paar keer gevallen, Pallas Athena, Minerva. Het beeldmerk zou je kunnen zeggen van de universiteit al heel prominent hier met het schild en de lans, maar ook met een diploma in haar hand en een baret die de promovendus kreeg. Op de achtergrond het academiegebouw, de zetel van de universiteit toen in de 18e eeuw, waar wij nu nog de zetel van de universiteit hebben, met het torentje en ook het observatorium van Golius op het dak, de sterrenwacht die daar begonnen is. Zo probeerden zij eigenlijk een stempel te drukken op die markt en te zeggen, nou, wij kunnen iets innoveren, wij kunnen deze markt echt wel bedienen. Luchtmans heeft dat aanvankelijk in ieder geval niet het ambt opgeleverd, want dat ging eerst naar een andere lijstendrukker, Pieter van der A, ook een zeer gehaaid businessman, zou je kunnen zeggen. Iemand die ook heel innovatief was en allerlei zaken goed op de rails kon zetten. En ook andere uitgevers in die tijd, die gaan zich bedienen van die mooie versierde randen die gesneden werden door lokale kunstenaars, zoals bijvoorbeeld Frans van Blijswijk. Iemand die vooral zich specialiseerde in boekillustraties en het maken van portretten. En je ziet steeds meer symboliek erin komen. Hele leuke eigenlijk kleine geschiedenissen van de universiteit. Het academiegebouw, maar ook bijvoorbeeld de burcht. De relatie met de stad was natuurlijk heel belangrijk. En in het midden zien wij dan daar gezamenlijk de curatoren, de bestuurders van de universiteit zitten. Samen met de burgemeester die toen gezamenlijk eigenlijk voor het bestuur van de universiteit verantwoordelijk waren. Wapens van Leiden, wapens van Holland, allerlei geleerden worden daarin afgebeeld. Soms komen er allerlei attributen bij die met het vakgebied te maken hebben, met rechten of met geneeskunde. En zo zie je, die zie je hier bijvoorbeeld in deze titelpagina verschijnen. En hier op deze titelbladzijde wordt dan ook nog eens een keertje een promotie zelf afgebeeld. Aan de linkerzijde iemand die na zijn verdediging een soort oratie uitspreekt. Weer een vergadering met allerlei hoogwaardigheidsbekleders. Dus het zijn titelpagina's die eigenlijk weer een verhaaltje op zichzelf vertellen. De Luchtmansen kwamen uiteindelijk toch wel aan bod. En 18 jaar nadat Abraham Elsevier overleed, toen kregen zij het ambt van academiedrukker. Dat hebben ze lang kunnen vasthouden, omdat ze ook een familie hadden die zich steeds in de drukkerij specialiseerde en verder gingen. En misschien de meeste Leidenaren onder ons weten dat Luchtmans de voorloper is van uitgever Bril, die hier in Leiden is. Nog steeds een bedrijf waar eigenlijk tot op vandaag nog proefschriften verdwijnen. Ja, Willem, Casper laat eigenlijk zien dat in die tweede eeuw van de universiteit Leiden uitgroeit tot een uitgeverscentrum. Hè. We hebben het ook wel over het Hollandse wonder, hè, waarbij Leiden een hele eigen wetenschappelijke perspectief heeft eigenlijk, hè, in die bredere Nederlandse boekenmarkt. En dat valt ik in twee categorieën uiteen. Het is natuurlijk het academiedrukwerk, wat Casper net laat zien, hè, wat echt direct aan de universiteit gelieerd is. Maar natuurlijk ook een enorme vloed aan wetenschappelijke publicaties en uitgaven. Wetenschappelijk drukwerk, ja. Ja, de vrijheid hier was natuurlijk erg groot en de censuur werkte trager of was gewoon minder alert. Die dissertaties zijn wel erg belangrijk, hoor. Ik vind die klemtoon van Casper wel heel goed, omdat in Leiden heeft men er vanaf het begin voor gekozen om die... De dissertaties zijn stellingen natuurlijk. Het is een verzameling van stellingen die je verdedigde voor een openbaar publiek. Ja. Dus zo'n dissertatie, als het een openbare verdediging was, en in het begin was dat toch vaak wel zo, kon dat zo'n hele middag duren, zo'n 5 of 6 uur. Er was geen tijdslimiet, er was niet een pedel die kwam zeggen, hora est.
En dat ging er heel fel toe, omdat het schoolse wetenschap was. Er werden bepaalde stellingen verdedigd die in een bepaald systeem pasten. Van Aristoteles, van Descartes, van Newton enzovoort. Dus dat waren heel felle discussies die daar gevoerd werden. Maar dat waren wetenschappelijke discussies. Er zijn twee tradities van promoveren. Je kon naar Franeker toe bijvoorbeeld, of naar Harderwijk met name. Harderwijk was daarom bekend, de academie. Daar kon je zeggen, je kon er blauwbessen kopen en bullen. Ja. Aan de poort van de stad kon je eigenlijk je dokterstitel verwerven. Precies. Maar in Leiden is dat nooit het geval geweest. Dus je moest er echt wel, er waren twee parcours. Binnen de academie werden oefendisputaties gehouden. Dus je oefende, je stelde, of je liet je vrienden een aantal stellingen opstellen of zoiets dergelijks. En je verdedigde die voor je vrienden alleen. Dus dat academiegebouw moet gegonst hebben van deze oefeningen. Exercitie gratia, met de bedoeling om te oefenen. En er was de promotie, waarbij je het echt je eigen stellingen verdedigd moest hebben. En waarbij de promovendus boven je zat en je het vuur na aan de schenen. Dat was een echte wetenschappelijke prestatie die je dan leverde. En langzamerhand zie je dan hoe die stellingen uitgroeien van een veelheid, een stuk of 20 of 30 stellingen, in minder stellingen die langer uitgewerkt zijn. En die langzamerhand dan in de loop van de 19e eeuw de dissertatie weergeven zoals wij die kennen. Precies, maar dan zijn we al een stuk verder natuurlijk. Zijn we een stuk verder, op de tweede helft 19e eeuw, ja. Linnaeus is een mooi voorbeeld trouwens van iemand die in Harderwijk zijn bul haalt. Hè? Ja. Maar zijn boek moet wel in Leiden gedrukt worden. Hè? Zeker. Een mooi voorbeeld om te zien hoe die Leidse uitgeverij zich ontwikkeld had. Ja. Je zei straks al, de universiteit heeft in die eerste periode, in die eerste eeuw, eigenlijk heel snel een soort enorme internationale reputatie gekregen. Met een handig aankoopbeleid van hoogleraren, met aantrekkelijke proposities voor studenten en een mooie bibliotheek. Hoe gaat die universiteit daar in die tweede periode mee om? Weten ze die status vast te houden? Vreemd genoeg wel, want je ziet eigenlijk de dynamiek. Leiden is natuurlijk groot geworden op de bloei van de republiek. Die enorme creativiteit die in die republiek geïnvesteerd was met zijn nieuwe economie, met zijn nieuwe politieke evenwicht. Echt geweldig, geweldig. Het hele buitenland keek er met verbazing en bewondering naar. In de 18e eeuw is dat over. Zijn wij toch voornamelijk een doorgeefluik geworden. En zijn wij een financiële republiek geworden. Maar die creativiteit bleef in de universiteit wel degelijk. Je ziet de universiteit van een echt barokke instelling in een verlichtingsinstelling ontwikkelen. Je ziet dus dat die instellingen die in het begin, dus die vier instellingen waar ik het over had, zie je van echte renaissance instellingen die voornamelijk verzamelden en laten we zeggen verzamelingen van uitzonderingen waren, zie je zich ontwikkelen tot empirische wetenschappelijke verzamelingen, gespecialiseerde verzamelingen, die tegelijkertijd ook overbloesden in zoiets moois als de Van Schavenzande-Mussenbroek-collectie, waarin het Newtoniaanse wereldbeeld, een totaal nieuw wereldbeeld, wat hemel en aarde in één krachtenveld zetten, geïllustreerd werd. Ja. Dus nergens in de wereld kon je het Newtoniaanse wereldbeeld zo adequaat, want zo tactiel bestuderen als in Leiden. En die Schavenzande was natuurlijk een echte verlichtingsman. Want dat was ook een courantier die een eigen krant had enzovoort. Ja, ja. Waarin hij het verlichtingsideaal, maar dan meer in zijn populaire vorm, aan de wereld voorstelde. Dus dan zien we, we hebben ook in de rechtenfaculteit iemand als Noot bijvoorbeeld, die twee rectorale redenvoeringen hield, die door heel Europa meteen in het Frans vertaald gingen. Eentje over vrijheid van religie, mind you, hè, dat was nogal wat. En één over volkssoevereiniteit. Kernpunten van de verlichting die in Leiden vanaf het academisch katheder werden verkondigd. Eigenlijk het begin van Leiden Museumstad zou je kunnen zeggen. Hè? Want die collecties zeker worden op dat moment gevormd. Ja. Niet alleen maar meer schrijf je ook om onderzoek en wetenschap te bedienen, maar eigenlijk ook met een nationale importantie. Zeker, je ziet natuurlijk vanuit, want dat is weer diezelfde instellingen, die vier instellingen, dan zie je, die hadden allemaal eigen collecties en die zie je groter en groter en groter worden, totdat ze inderdaad, want het waren natuurlijk illustratievoorstellingen, het waren plaatjes bij, dus een hoogleraar ging even naar de kamer toe, haalde een paar van die voorbeelden die hij bij colleges gebruikte. Maar dat werden enorme
verzamelingen in de 19e eeuw met name, oudheidkunde, volkenkunde, natuurlijke historie enzovoort, die natuurlijk ver het universitaire kader te buiten gingen en nationale verzamelingen wilden, die eigenlijk ook vaak op het punt stonden om Leiden te verlaten. Want ze wilden natuurlijk eigenlijk in een veel wereldser omgeving zoals Den Haag, maar vooral Amsterdam, wilden ze hun tenten opzetten. Precies. Ja, dat komt ook in een latere periode. Dan zie je natuurlijk dat er steeds pogingen worden gedaan om die Leidse collecties. Precies. Ja. We gaan even naar de derde conservator van dienst vandaag, Mart van Duin. En die gaat ons het album Studio Zorum laten zien. Mart. Ja, dankjewel, Garold. Ik wil graag ingaan op de publicatie van een ander boek. En wel in 1875, het Leidse album Studio Zorum. Ik heb een exemplaar meegenomen, hier met Minerva op het voorblad, in goud gedrukt. En ja, het Leidse album Studio Zorum is in feite een overzicht van alle studenten die hier aan de Universiteit Leiden waren ingeschreven tussen 1575 en 1875. En dat zijn dus ellenlange lijsten van namen per jaar geordend. Dit werk is een belangrijke bron voor onderzoek naar de geschiedenis van de universiteit. Je kunt zich voorstellen dat er ook allerlei studenten in staan die op zichzelf ook heel interessant zijn om te bestuderen. Bijvoorbeeld Hugo de Groot was hier student, dat staat hier in de Rembrandt ook. En ook allerlei andere grote en kleinere namen komen hierin naar voren. Het is dus een belangrijke bron voor onderzoek, maar toen het verscheen op 8 februari 1875, ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de universiteit, was het vooral een prestigeproject. Er werden namelijk 300 exemplaren gedrukt, niet zo heel veel, waarvan de helft was bestemd onder andere voor leden van het Koninklijk Huis, andere hoogwaardigheidsbekleders en instellingen, collega-instellingen in binnen- en buitenland. En de andere helft was bestemd voor de losse verkoop. Ja, dus een bijzonder boek, een zeldzaam boek ook. Maar de ontstaansgeschiedenis van dit boek is zeker zo bijzonder en zeker zo interessant. En de archieven die we hier bewaren op de Universiteitsbibliotheek geven een heel mooi inzicht in de ontstaansgeschiedenis van dit boek. En dan voornamelijk het archief van de curatoren en het archief van de Maatschappij de Nederlandse Letterkunde. En als je in die archieven duikt en je gaat op zoek naar informatie over het album, dan vallen een aantal dingen op. Allereerst hoe lang het heeft geduurd voordat men daadwerkelijk kon gaan beginnen aan het samenstellen van het album. En ook hoeveel men erover vergaderd heeft. Jarenlang achter elkaar steeds meer weer vergaderen over dat album Studio Zorum. En het plan werd ook steeds gewijzigd. Alle namen moesten erin, een klein deel. En het is steeds weer gewijzigd, elke vergadering weer zou je bijna zeggen. Maar het meeste wat natuurlijk opvalt is hoeveel werk het geweest moest zijn om dit album samen te stellen. En dat is grotendeels gedaan door één man. Daar kom ik later nog op terug. Wat nou interessant is, is dat het idee voor een overzicht van Leidse studenten niet voortkwam uit de universiteit zelf, maar voortkwam uit de historische commissie van de Maatschappij de Nederlandse Letterkunde. En ze begonnen daarover te discussiëren op hun eerste vergadering over het album 22 december 1868. En dan zou je denken, nou dan is er genoeg tijd om dat album in 1875 gereed te hebben, maar direct ontstond er al discussie. Wat voor album moet dat dan gaan worden? Wat moet er inkomen? Moesten dat de namen zijn van alle Leidse studenten? Moest dat alleen een bloemlezing zijn? Dus alleen de namen van de studenten die later beroemd waren geworden? Moesten daar dan ook de woonadressen bij? Moest er een register in, ja of nee? En dan hebben ze het nog niet eens over de praktische zaken, zoals wie moest het gaan uitgeven, hoeveel zou het gaan kosten en ook wie moest dat gaan betalen? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. De historische commissie had zelf geen budget. En moest dus op zoek naar geld om het album uit te kunnen geven. En daarvoor hebben zij een verzoek gedaan bij de curatoren van de universiteit. Ja, u raadt het al, die hebben daar natuurlijk ook weer lang en veel over vergaderd. Dat heeft ook weer een aantal jaar geduurd. Maar uiteindelijk komen de curatoren over de brug en die besluiten dan de volledige uitgave te bekostigen in ruil tegen de helft van de oplage. En dan kan het werk natuurlijk pas echt beginnen. En dan hebben we al jaren van vergaderingen achter de rug. En dan is er binnen die correspondentie, in die archieven, komt er één persoon, komt er heel duidelijk naar voren. Al die berekeningen die heen en weer gaan, die aanvragen, die afwijzingen die natuurlijk ook al binnenkwamen. En dat is Willem-Nicolaas Durieux. Willem-Nicolaas Durieux was op dat moment conservator handschriften hier in de Universiteitsbibliotheek Leiden.
en werd ook later bibliothecaris. En hij is de drijvende kracht achter dat album. Hij is degene die dat album tijdens de vergaderingen ter sprake brengt. En hij is ook degene die suggereert om dat album dan te presenteren tijdens het derde eeuwfeest. En hij is ook degene die zorgt dat de productie op gang komt. Hij neemt contact op met de uitgever, Martinus Nijhoff, zorgt voor de kopij, zorgt dat het drukproces goed voortgaat. En dat doet hij steeds gevraagd vanuit de commissie, maar ook heel vaak, misschien vaker zelfs nog, ongevraagd op eigen initiatief. Maar je kunt in de stukken ook lezen dat het album zwaar gaat wegen op Durieux. Hij wordt ziek, steeds vaker ziek. En hij moet ook vergaderingen overslaan. En daarover schrijft hij dan ook aan de commissie. En het is wel aardig om één brief te laten zien. Dan schrijft hij aan de commissie, dan verontschuldigt hij zich voor zijn afwezigheid. Want dat werd natuurlijk netjes gedaan. En hij schrijft dan, hij begint onder andere zijn brief waarom die niet is. Hè, daar ik nog steeds goudgeel eruit zie. Maar nog tekenend is de afsluiting van de brief en dan schrijft hij namelijk: ik zit steeds te zwoegen onder het album dat voortgaat. Dus hij voelt de druk, dat album moet af. Ja, dat lukt hem gelukkig. Op tijd voor het derde eeuwfeest. Het wordt gepresenteerd op 8 februari 1875. En het wordt een succes, want binnen 3 maanden is de volledige oplage uitgeput. Het verhaal van een boek, Willem. Hè? Een boek wat me zeer dierbaar is. Ik heb daar ongelooflijk veel plezier aan gehad. Er zitten makkers aan natuurlijk, maar het zei het al. Er zitten bijvoorbeeld die adressen van de studenten staan er niet in. Er staat alleen in de naam, waar die vandaan komt en zijn leeftijd en de studie die hij kiest. Maar we zouden inderdaad wel, je moet naar het handschriftelijk exemplaar terug om meerdere informatie die weggelaten is. Maar goed, dat is allemaal misschien te gedetailleerd. Maar ik had het boek nodig. Wat er ook niet in staat is een register van herkomst. Ja. Het zou heel prettig geweest zijn. Die heb ik zelf laten... Zitten turven? Nou ja, mijn moeder onder andere. Je moeder heeft in haar lieve moeder in het bejaardentehuis heeft zitten turven. Alle studenten die uit Dordrecht, Haarlem en dinges kwamen. En een eerste suppost van mij. De jongen is inmiddels hoogleraar, geloof ik, in Cambridge. En dan vond ik, en dan leverde die zijn resultaten in. En dan stond er aan het eind: het is koud in het scriptorium en mijn duim doet zeer. En dan, en je weet dat dat de laatste zin is van de naam van de Roos van Eco. Maar ik had een klein groepje mensen die want ik had het nodig voor mijn proefschrift. Ja. Je kunt niet al die studenten doen, maar als je een aantal pijldata of pijldenominaties, steden van herkomst neemt, dan kun je eigenlijk een heel goede indruk geven van de studenten en met name, en daar was het om te doen, van de sociale herkomst. Dus je kunt de sociale herkomst alleen, dat moet je, alle Dordrechtse studenten heb ik laten lichten. En dan, wat waren die vaders dan? En wat deden ze? Waarom gingen ze in Leiden studeren? Enzovoort. Maar dit is een zeer arbeidsintensief onderzoek. En wat voor beeld reist er dan op van het studentenleven, zeg maar? Nou, dat is inderdaad, je hebt er ook van al dat zoegwerk wel enorm veel profijt. Want ik had mij niet gerealiseerd dat zoveel Leidse studenten in de 19e en begin 20e eeuw van een zo tamelijk eenvoudige afkomst waren. Wij zijn gewend om te veronderstellen dat studeren een hele dure aangelegenheid was. Die kamers die kosten veel geld enzovoort. En het studentenleven zelf, als je lid werd van het koor, kostte veel geld. Dus dat kon je niet betalen. Als je alleen ervan uitging wat het kostte en wat de ouders doorgaans verdienden, dan ging het niet. Maar er moet, en dat, ik heb het maar in een aantal incidentele gevallen kunnen reconstrueren, er moet een ongelooflijke hoeveelheid kleine beursjes, familiebeursjes, dorpsbeursjes, kerkelijke beursjes geweest zijn. Om talentvolle studenten, die er dan door de dominee of door wie dan ook uitgepikt werden, toch naar een universiteitsstad te sturen. Want ongeveer ruim een kwart van de studenten kwam uit zeer eenvoudige milieus. En het internationale karakter van de universiteit. Vond je dat ook terug in dat album? Dat kun je heel makkelijk. Maar dat kun je gewoon uit de gedrukte versie halen natuurlijk. Dan staat het achter of die Engelsman of Pool was of zoiets dergelijks. Ja. Natuurlijk is dat ook allemaal geturfd. En daar heb ik ook nette grafiekjes van gemaakt. Je ziet natuurlijk in het begin van die 17e eeuw zie je dat enorm oplopen. Leiden is dan de helft van de studenten komt uit het buitenland. Ja. Met name natuurlijk Engeland en Frankrijk. Maar toch ook heel veel Hongaren enzovoort. En heel veel Duitsers.
En dan, maar dat zie je in de loop van de 18e eeuw naar beneden gaan. In de 19e eeuw is dat een enorm dieptepunt. Dan wordt Leiden toch echt een regionale universiteit die zijn studenten vooral uit de omgeving haalt. En nu zijn we natuurlijk weer een internationale universiteit aan het worden met de, wat is het, een derde buitenlandse studenten. Precies, ja. Dit derde deel is eigenlijk natuurlijk interessant, want je hebt dit eigenlijk al eerder geschreven, of een versie in de vorm van je proefschrift, ja. De wiekslag van hun geest, ja. Een gelauwerde proefschrift mag ik wel zeggen. Ja. En dan kijk je eigenlijk, hoe lang zal het tussen zitten? Een jaar of 15 denk ik, hè? Ja. Tussen het proefschrift en dan de... Een nieuwe versie in feite voor de reeks. Dat moet je dan min of meer overdoen. Dat is zo'n beetje zoals antropologen ook wel vaak na hun dissertatie, na 20 jaar teruggaan naar hetzelfde gebied, om te kijken wat er intussen gebeurd is. Ja. Dat heb ik in die tijd ook. Er was een vrij grote hoeveelheid nieuwe secundaire literatuur bijgekomen natuurlijk. Ik had nieuwe vragen. Maar ik ben natuurlijk wel uitgegaan van het empirisch materiaal wat ik in die dissertatie verenigd had. Dus het deel van de 19e eeuw liet zich tamelijk snel schrijven. Ja. Ja, als je nou naar die periode... kijkt, hè? En we hebben het over het studentenleven gehad, wat in die tijd natuurlijk opkomt. Hè? Veel dingen die we nu nog steeds zien in het studentenleven vinden een oorsprong in die tijd. Ja. Hè? Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar die wetenschappelijke ontwikkeling. Hoe moet ik dat zien in de 19e eeuw? Je ziet daar natuurlijk, nou nog heel even over dat studentenleven, want het is wel het wordt echt opnieuw gecreëerd. Hè. Je ziet, het studentenleven bestond, de nationes had je. Je had de groepjes van mensen uit dezelfde regio die bij elkaar gingen zitten en die dan ook wel zoiets als ontgroeningspraktijken. Maar aan het eind van de 18e, begin 19e eeuw zie je, en dat zie je natuurlijk in heel Nederland, maar Leiden loopt daar wel voorop, want ze hebben veel meer studenten dan elders, zie je een eigen corporaal karakter krijgen. En in 1839, als dan echt het Leidse Studentenkoor opgericht wordt, dan zie je een soort liberaal studentenleven ontstaan met zijn eigen mores, die steeds uitgebouwd worden tot hele ingewikkelde voorschriften. Met tradities zoals de maskerade en allerlei clubvormingen enzovoort. En dan zie je echt zo'n heel studentenleven tot en met eigenlijk wel de Tweede Wereldoorlog toe zijn eigen karakter krijgen. Want aan het eind van de 19e eeuw krijg je ook andere studentenverenigingen. Unitas en de protestanten gaan bij elkaar zitten, de katholieken, Augustines enzovoort. Maar die nemen heel veel van die mores van die corporale studenten over. Dus dat is een hele grappige ontwikkeling. Wetenschappelijk zie je natuurlijk dat in de 19e eeuw echt de universiteit een groot bedrijf wordt. Je ziet de grote laboratoria ontstaan. Niet alleen, het begint met die grote, hoe heet dat, grote musea. Die lopen voorop. Dat zijn toch echt de eerste grootschalige wetenschappelijke instellingen. Maar dan zie je al heel snel de grote laboratoria komen in de tweede helft van de 19e eeuw. En die geven de wetenschapsontwikkeling natuurlijk een hele eigen boost door het feit dat wij natuurlijk een aantal heel geniale wetenschappers konden aantrekken. Lorentz, Kamerling, Onnes, Eindhoven. Die hier op een bepaald moment in Leiden 4 of 5 Nobelprijzen opleverden. Ja, ja. En dan zie je dat ook een enorme spin-off heeft in de andere faculteiten. Je ziet natuurlijk dat de creativiteit die in de natuurwetenschappen geïnvesteerd wordt eigenlijk ook elektrificeert voor de rest van de universiteit. En dan krijg je hele grote historici zoals Huizinga, sinologen zoals Duivendak, juristen zoals Van Vollenhoven en zo. Ja, maar dan zitten we al... Dan zit je in het begin 20e eeuw. 20e eeuw, precies. Ja. Ja, ja. Ja. Thorbecke noem je niet... In de 19e eeuw wel natuurlijk. Dan is Thorbecke natuurlijk. Maar ja, Thorbecke is inderdaad ook wel een vernieuwer op het gebied van het juridisch onderwijs als hij nog professor is. Maar die verlaat dat kader natuurlijk snel om politicus te worden en de hele wetgeving te vernieuwen. Maar Leiden in de 19e eeuw is echt een liberale universiteit met ongelooflijk veel aanhangers van Thorbecke onder professoren en studenten. Precies. Onder professoren, daar zijn we weer, Willem. Heel goed. We gaan naar het vierde deel, Willem. 1876, 1975, laatste deel, hè, wat dus 2 weken geleden verschenen is. En we beginnen even met onze conservator fotografie, Maartje van der Heuvel, die ons meeneemt met Snoek Gronje.
Ja, niet alleen snoekelgronje, maar nog meer vormen van fotografie waarbij de wetenschapper de camera voor het eerst ging meenemen. Want de 19e eeuw is natuurlijk ook de periode dat de fotografie werd geïntroduceerd, 1839. En gaandeweg ging ook steeds meer de wetenschap gebruik maken van de fotografie en werd fotografie het visuele communicatiemiddel, net als in de rest van de samenleving. Maar we hebben in Universiteit Leiden een aantal heel bijzondere fotografische curiosa die getuigen van die ontwikkeling. Hier ziet u bijvoorbeeld een heel bijzondere fotografische schat. Hij is wereldberoemd. Dit is een hele grote collectie. Hier ziet u een aantal van de 126 daguerreotypieën waarmee een fotograaf Adolf Schäfer in 1845 al heel erg vroeg in opdracht van de Nederlandse overheid archeologische belangwekkende zaken in Indonesië ging fotograferen. Dit zijn bijvoorbeeld de reliefs van de Borobudur die hij probeerde systematisch rondom de hele tempel te fotograferen. Hij is daar eigenlijk eerder al mee moeten stoppen, want gaandeweg het project bleek dat deze hele archaïsche vorm van fotografie, de daguerreotypie, zich eigenlijk niet goed leende voor wetenschappelijke studie. Want het waren unica. Het beeld kon niet worden gereproduceerd. Bovendien, de oppervlakte van de daguerreotypie spiegelt heel erg. Dus eigenlijk kon je ook wat erop was afgebeeld niet zo goed bestuderen. Dus eigenlijk werd het project gaandeweg gestopt. Maar het heeft een heel belangrijk en internationaal bekend fotografisch curiosum opgeleverd. Nou, ook latere contacten tussen Nederlandse wetenschappers en allerlei landen waar zij aandeden, resulteerden in bijzondere vormen van fotografie. In Japan bijvoorbeeld resulteerde het in dat Nederlanders op de handelspost op Dejima zelfs als eerste in de hele vroege jaren 60 van de 19e eeuw al de camera introduceerden. Er was daar een school waarbij onder andere de arts Baudouin, u ziet hem hier op deze foto, les gaf. En oorspronkelijk was het de bedoeling dat hij zou doseren in de medische wetenschap. Maar de nieuwsgierigheid van de Japanners resulteerde erin dat hij steeds meer ook in andere zaken les ging geven, waaronder de fotografie. En de eerste camera kwam dus Japan in de 19e eeuw binnen via die Nederlandse handelspost. Maar Japanners en die Nederlanders die daar zaten, hebben ook heel vroege fotografie van Japan dus opgeleverd. En dat is ook een hele bijzondere vroege vorm van wetenschappelijke fotografie. Een gelijksoortig voorbeeld is de Arabist Christian Snoekhoek-Gonje. Hij was zo toegewijd aan zijn specialisme dat hij zelfs zich bekeerde tot de islam om zo te kunnen doordringen in het Saoedi-Arabië, wat in destijds nog erg gesloten was. Hier ziet u een portret van de Arabist. En hij was dus in staat om al heel vroeg, wat nog niemand verder. Ja, ik geloof dat er een enkele Turkse fotograaf is geweest die het ook is gelukt. Maar dit heeft dus ook geresulteerd in hele vroege foto's van Mekka en van de Hajj, wat echt heel erg unieke beelden zijn. Christian Snoekhoek-Gonje ook anders deed dan de Turken, was dat hij Saoedische arts opleidde, deze arts. En die heeft uiteindelijk de fotografie verder in Saoedi-Arabië ontwikkeld. Dus op deze manier is de fotografie ook in dat land geïntroduceerd. De fotografie leverde natuurlijk ook nog op dat er onderwijs kon worden gegeven aan de hand van fotografie. Dat gaf natuurlijk ook heel veel mooie nieuwe mogelijkheden. Hier ziet u een voorbeeld van een heel vroege vorm van wat later de dia werd en wat uiteindelijk de digitale foto werd. Maar een doosje met glasdia's. Wetenschappers konden natuurlijk wat zij fotografeerden fantastisch vastleggen op fotografie, wat vervolgens heel goed kon worden gebruikt in het onderwijs en in publicaties. En zo kon natuurlijk ook de verworvenheden van de wetenschap visueel worden gecommuniceerd. Nou, al deze fotografie wordt verzameld in de bijzondere collecties. Daar bevindt zich tevens de prentenkabinet fotocollectie van Universiteit Leiden. Die is in 1953 al gestart door professor Henri van der Waal, kunsthistoricus en directeur van het toenmalige prentenkabinet. En dat is de oudste fotografiecollectie van Nederland. En daarmee wordt niet alleen zeg maar de blik op de wereld verzameld, maar ook de geschiedenis van de fotografie zelf.
Mooi, Willem. Hè? Erg, erg mooi, ja. Ik heb, ze komen allebei uitgebreid in mijn boeken aan de orde, zoals Noeke Gronje, die lievelingsgeleerde van me is. Als Henri van der Waal, die een uitzonderlijk geniale man was. Het is jammer dat hij zo vroeg gestorven is. Hij is zijn gezondheid is toch wel erg geknakt in de Tweede Wereldoorlog. Waarin hij jaren opgesloten gezeten heeft. Hij was een ontzettende vernieuwer, zowel wat de kunsthistorische studie betreft. Zijn Rembrandt-studies zijn wereldbefaamd geworden. Maar ook wat de organisatie van zo'n prentenkabinet betreft. Wat voor verzamelgebieden je allemaal... Hij was de man ook bijvoorbeeld die Theo Lunzing-Scheurleer, de man die de toegepaste kunst bestudeerde, vanuit Amsterdam naar Leiden haalde. Dat was een geweldig instituut wat hij in de jaren 50, 60 afleverde. Ja, ja, ja. Het heeft ons een enorme prachtige collectie opgeleverd ook, zeer, natuurlijk. Ja. En Snoeker Gronje, ik wist eerlijk gezegd niet heel van hem. Ik heb in je boek gelezen over hem. Ook en Maartje vertelt me natuurlijk over hem dat hij zich bekeerd heeft tot de islam om naar Mekka te kunnen gaan. He, het moet ook een hele dappere man zijn geweest ook. Een gedrevene. Er was iemand die natuurlijk zijn dissertatie ging over de Hajj. Maar hij wilde heel graag naar Mekka toe. Daar mag je niet in natuurlijk als ongelovige. En hij wilde die middeleeuwse droom om in Mekka te zijn meemaken. Dus hij heeft zich laten besnijden, hij heeft zich bekeerd. Wij weten natuurlijk niet of dat een oprechte bekering was of dat een pragmatische bekering was. Dat is ook eigenlijk niet zo van belang, geloof ik. Hij sprak vloeiend Arabisch. Hij was nauwelijks herkenbaar als westerling. Hij is na 3 maanden Mekka, hij kwam dus inderdaad Mekka binnen. Hij heeft daar de gang rond de Kaaba gemaakt, heeft daar vriendschappen gesloten. Ongelooflijk veel materiaal, ook fotografisch, maar ook antropologisch materiaal verzameld. Hij heeft moeten vluchten omdat mensen zeiden, er kwam een roddelcircuit op gang, waardoor hij eigenlijk na 3 maanden de benen heeft moeten nemen, anders had hij er heel lang gezeten. Hij was iemand, dat is hem later ook wel kwalijk genomen, hij was iemand die overging. Hij paste zich totaal aan zijn omgeving, liet al zijn westerse kanten varen en ging echt in de samenleving waarin hij zijn studies verrichtte leven. Dat heeft hij 2 keer gedaan, niet alleen in Saudi-Arabië, maar ook in Indonesië, waar hij natuurlijk onderzoek deed naar de invloed van de agressieve islam, de fundamentele islam, om in het kader van het koloniaal beleid. Dat is hem later kwalijk, want hij was een echte kolonialist, maar een kolonialist die spijt gekregen heeft later. En zijn opvattingen over die radicale islam zijn ook wel gewijzigd, hè? Hij had 2 vormen van islam. Je had natuurlijk inderdaad de islam die... Maar dat kon hij zich ook wel voorstellen. Hij zei op een bepaald moment, soort over soort is genade. Dus het is onverdraaglijk voor die mensen van een andere cultuur en een andere religie om die blanken over zich te hebben. Dus die moeten daar weg. En vandaar dat hij een omslag gemaakt heeft en het koloniaal beleid heeft helpen vormgeven, het visioen van Van Vollenhoven, om te komen tot een ontvolging van Indië, tot een zelfstandig maken van Indonesië, maar wel met banden met het moederland. Ja. En dat was een door het rechtse Nederland in die tijd, werd dat gezien als een linkse, socialistische, zo niet marxistische onderneming. Precies, ja. Het is een tijd dat die laatste eeuw die je beschreven hebt, dat de universiteit een enorme expansie doormaakt. Hè? Je laat het ook zien aan de aantallen studenten, eigenlijk gaat het als een enorme curve naar boven. Ja. In een tijd dat er ook verder heel veel verandert. Want we hebben het over groepsportret met dame, maar lange tijd was deze dame toch wel de enige dame zo'n beetje bij de universiteit. Hè? Het was toch lang een mannenbolwerk. Hoe is die verandering op gang gekomen? Ja. Nou ja, je ziet natuurlijk, dat gaat ook op het tempo van de hele samenleving. Die hele samenleving versnelt en die wordt... Die barst open en je ziet dan ook dat dus er komen meer studenten, hoogleraren en studenten uit de andere strata van de samenleving. Maar je ziet ook inderdaad langzamerhand, vanaf het eind van de 19e eeuw,
steeds meer vrouwen komen. Dat is in de jaren 30 tot en met de Tweede Wereldoorlog, is dat nog steeds een ondergeschikt getal. Hoor. We hebben dan nog maar één vrouwelijk hoogleraar. Dus die ontwikkeling die wij nu zien met ongeveer evenveel vrouwelijke studenten als mannelijk enzovoort en met een toenemend aantal vrouwelijke hoogleraren, dat is pas van echt van na de Tweede Wereldoorlog en eigenlijk ook wel van na de jaren 70. Ja. Dus dat valt eigenlijk voor een deel buiten mijn boek. In mijn boek is opvallend hoe natuurlijk zijn die ontwikkelingen gaan heel snel, getalsmatig. Groeit de universiteit als het ware uit zijn voegen. Tegelijkertijd blijft het toch nog steeds, vanuit ons perspectief bezien, een tamelijk traditioneel bolwerk. En daardoor, want ze maken de jaren 30 mee, ze zien de opkomst van fascistische stromingen en je ziet dan op een bepaald moment, want cruciaal in dit deel is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Ja. De Eerste Wereldoorlog gaat langs Leiden voorbij. Heeft een grote impact, dat wel, maar gaat langs Leiden voorbij. Maar de Tweede Wereldoorlog, ja, daar zijn we echt, is Leiden ook het slachtoffer van. En weet zich dan door zijn tradities, door zijn oude verbanden, door zijn oude waardesystemen, heel erg opvallend dapper te gedragen en zich heel adequaat te verzetten tegen die nazi-bezetting. Want je hebt een apart boek geschreven ook, ja. Over die periode, Horselnest. Ja. Als je die dapperheid van Leiden, de Leidse Universiteit in de Tweede Wereldoorlog vergelijkt met de andere universiteiten in het land, welk beeld krijg je dan? Nou ja, dit is een heel opvallend. Het is een uitzonderlijke alleingang die niet helemaal had plaats kunnen vinden als de andere universiteiten niet meegewerkt hadden. Maar de andere universiteiten hebben, zoals men dat noemt, collaboraties, misschien een groot woord, maar ze zijn meegegaan met de bezetter. Ze hebben samengewerkt om in business te kunnen blijven, om hun onderwijs te kunnen doen. En de Leidse Universiteit heeft natuurlijk op een bepaald moment geen studenten meer. Ze zijn in november 40 worden alle universiteiten, alle studenten worden, kan men in Leiden niet meer studeren. Maar die gaan natuurlijk allemaal naar andere universiteiten. Precies, ja. En die andere universiteiten, Groningen, met name Amsterdam, hebben zich ontfermd over die studenten. Ja, ja. En dat hebben ze. Dus Leiden kon dapper zijn en was ook nadrukkelijk dapperder of had een veel betere, adequatere verzetstrategie tegen de nazi's dan de andere universiteiten. Maar ze konden dat ook doen met behulp van die universiteiten. Precies. En de bron daarvan was de beroemde reden van Cleveringa natuurlijk. Hè? De grote verzetsheld van mijn boek en van ook van dit centrale hoofdstuk in het boek is Telders. Telders is de man die al ver voor de oorlog een jurist, een internationaal jurist, en die heel goed de ontwikkelingen in Duitsland volgde en eigenlijk een goed idee had waar het heen ging. Die wist ook heel precies hoe, die had van tevoren ook een hele verzetstrategie uitgestippeld. Eerst van de nazi's, zei hij, we moeten de nazi's gaan houden aan hun eigen toezeggingen. Toen dat niet lukte, zeiden we moeten protesteren. Toen dat protesteren niet lukte, zeiden we moeten ontslag nemen. Die trits van maatregelen is precies gevolgd door een aantal overlappende kransen, organisaties van professoren, die dat stipt uitgevoerd hebben. En het leidde natuurlijk in 1942 tot het massale ontslag van 60% van de Leidse hoogleraren, wat aan geen enkele universiteit in Nederland elders gebeurd is. Precies. Ook een toonbeeld van een bolwerk van vrijheid. Dus zeker, dat was het zeker. Ja. Op dat moment, ik reken natuurlijk aan het eind van mijn boek de universiteit af op dit devies van de universiteit. En lang niet altijd in de geschiedenis heeft Leiden kunnen beantwoorden aan die hoge opdracht om een bolwerk van de vrijheid te zijn. Directe opdracht van Willem van Oranje. Maar een aantal malen is het wel gelukt. En mijn conclusie was, het is eigenlijk heel goed om zo'n hoge opdracht mee te krijgen. Om op je tenen te moeten lopen, want uit de verte zou het wel eens op dansen kunnen lijken. Ja, precies. Maar als je vier van dit soort dikke delen schrijft over een universiteit waar je niet aan gestudeerd hebt, overigens. Nee, ik ben. Dan moet je er ook wel erg van houden, toch? Is zo. Nou, wat ik zei, ik heb in Utrecht gestudeerd en filosofie in Leuven. En ik vond het. Ik heb mij begeven in een huwelijk. Ik ben een ontzettende leienaar geworden. En
Hoewel het nog steeds zo is dat de plek waar je gestudeerd hebt, ik kan in Utrecht nog steeds, al die Leidse straten, die heb ik me niet meer eigen gemaakt. Dus ik kan nog steeds, moet ik het stratenregister van Leiden opzoeken. Maar ik ben wel een echte Leidenaar geworden in de zin dat ik de binnenstad, die architectuur, de aanwezigheid van de universiteit daarin, al die verhalen die vanuit de blinden van die panden naar mij toegeroepen worden. Ik heb een hele levendige vorm van herinnering. Daar waar ik loop, kan ik uitbarsten in verhalen. Dat heeft me natuurlijk een zetel in het leven gegeven, die een enorm privilege is. En als ik jou voorstel als student in Utrecht, Willem, was je een... Heb je vol overgave in het studentenleven totaal gestart? Totaal niet. Nee, ik was een knor van de eerste orde. Je keek van afstand toe? Ik keek van afstand toe en het was een mooie grote universiteit met een enorm aanbod van culturele mogelijkheden. Ik heb aan geen enkele... Al mijn bijvakken werden natuurlijk buiten de faculteit gekozen. Je ging op zoek naar grote voorbeelden. Een van de allergrootste hoogleraren die ik daar gevolgd heb, wiens leerling ik geworden ben, is Reijer Hooijkaas, de wetenschapshistoricus. Die wetenschapsgeschiedenis zit natuurlijk als een rode draad door mijn boek heen. Maar van hem heb ik echt het vak geleerd. En ik weet nog heel goed dat ik bij het laatste tentamen... Hij kreeg een eredoctoraat in Coimbra. Ik ben natuurlijk naar Coimbra gegaan om te kijken hoe dat nog volkomen middeleeuwse eredoctoraat in zijn werk ging. Maar ik weet nog heel goed dat ik tentamen bij hem deed. En hij omhelsde me. Je gaat toch geen vier delen over Utrecht schrijven, hoop ik. Nee, ik ben klaar. Mijn beleg is achter de rug. Nou, je zegt je bent klaar. En natuurlijk, dit is een meesterwerk wat afgerond is. Een monumentale geschiedenis die eer doet aan onze universiteit. Maar klaar ben je zeker niet, volgens mij. Nee, ik wil nog drie dingetjes doen die te maken hebben met de universiteit. Ik wil graag een boek schrijven over, in het verlengde van het boek over de Tweede Wereldoorlog, een boek over de universiteit als geheel. Dus de universiteit in oorlogstijd, maar dan alle Nederlandse universiteiten. Ja. En dan ook in internationaal perspectief. Dat is één. Ik wil graag een boek schrijven op basis van mijn colleges als universiteitshoogleraar over de geschiedenis van de hele universiteit, internationale universiteit, van 1200 tot nu. En ik wil een boek schrijven over de vier prenten van Corrie, zal ik maar zeggen. De Corrie schrijft haar proefschrift als een strenge kunsthistorica. Precies, zij is de wetenschap en ik schrijf het als een... Volgens mij zijn die vier prenten een gedicht. We krijgen een kunsthistorische studie en we krijgen een gedicht. Geweldig. Precies, dat is het. Maar Willem, volgens mij, want we gaan natuurlijk toe naar 2025, 450 jaar universiteit. Benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Wij gaan er zeker aandacht aan besteden natuurlijk. Maar ik zat ook te denken, ik heb van de week podcast beluisterd met je, onder andere over de Tweede Wereldoorlog. Ik heb filmpjes gezien waarin je vertelt over de vierde eeuw vrijheid van de universiteit. En ik denk dan, ja, we leven anno nu en we leven in het Netflix-tijdperk. Kunnen dit niet ook vier prachtige documentaires worden? Over de geschiedenis van de universiteit, waarin je dat verhaal vertelt, zoals je dat vandaag ook aan ons vertelt. Ja. Dat zou eigenlijk een heel goed idee zijn. We hebben het wel eens een keer gedaan natuurlijk, vier van die, maar dat moest op een holletje toen. Maar omdat er natuurlijk ook in zo'n, met al die musea, met zo'n bibliotheek, met al zijn visualiserende mogelijkheden, zou je natuurlijk een geweldige documentaire kunnen maken. Je zou natuurlijk wel een andere rode draad moeten nemen dan die ik destijds gevonden heb. Maar daar zijn jullie creatief genoeg voor. We gaan over die rode draad praten, Willem. En we gaan die collecties uit de depots halen. En we gaan op naar een documentaire. Vier delen Netflix. Dankjewel, Willem, voor het gesprek. Tot je dienst. Dankjewel. Ik sluit af, dames en heren. Dank voor het kijken naar dit gesprek. Ga vooral ook naar de boekhandel en koop die vier delen van Willem Otterspeer. Want het is zeer de moeite waard om het te lezen, om je te verdiepen in die universiteit. En dan zie ik u graag een volgende keer weer terug bij uw volgende boekensalon. Tot ziens. De Leidse Universiteit is de oudste universiteit van Nederland en wordt gekenmerkt door tradities. Misschien wel de belangrijkste traditie is de verkrijging van het doctoraat. Hoe word je doctor aan een universiteit? En dat vond hier, op deze dubbele katheder, plaats. Op dit onderste katheder verdedigde de doctorandus zijn dissertatie. En als hij het spervuur van vragen doorstaan had, dan mocht hij zijn eerste redevoering voor de academische gemeenschap afsteken, de doctorale rede.
En die doctorale rede ging automatisch over in het begin van de 19e eeuw in de professorale rede, in de inaugurele rede van een nieuwe professor. Ik kan als historicus eigenlijk het verleden alleen maar zien als ik mensen zie. En die mensen zijn in mijn geval professoren. Beroemde professoren zoals de dermatoloog Siemens en de jurist Meijers en de historicus Huizinga. En het zijn hun gedachten, hun ideeën die in mijn boek tot leven komen. En daarom heet het ook Groepsportret. De universiteit is echt een verhalenmachine. En al die honderden verhalen die vertel ik in mijn boek. Het laatste deel van een groepsportret met dame. Het is echt het verhaal van een moderne universiteit die pas echt modern wordt door gebruik van zijn traditie.